is al lang geleden dat we een aflevering hebben gemaakt van de Spijkerpot. Het wordt weer hoog tijd dat we weer een moerasselaar gaan zoeken met een bijzondere hobby. En wie dat is, ik ga gewoon aanbellen en u merkt dat. Een goeie morgen, Jan. Goedemorgen, Leon. Wij zijn van Spijkerpot en we gaan jou, we willen een paar vragen stellen over jouw hobby. En jou? En jouw hobby is, Jan? Motorsport. Motorsport. Kom mee. Oké. Fijn dat we eens komen kijken naar jouw hobby. Hoe is het allemaal gekomen met jouw motorsport? Nou, ik ben eigenlijk begonnen in 1980. Toen ben ik samen met Gerard begonnen met crossen. Toen hadden we al een gewone solo cross motor gekocht. We hebben toen ongeveer een jaar zeg maar zomaar een beetje aangeklooid. En ons hart lag eigenlijk, of dat vonden wij toen helemaal top, en dat was motor zijspan cross. Toen in 1981 zijn we begonnen bij de MON. We hebben startbewijs aangevraagd. En hebben een jaar of zeven echt wedstrijden gereden bij de MON. De MON is eigenlijk een amateuristische bond die vooral in Brabant rijdt. En dat heb ik toen een jaar of zeven gedaan, zoals ik al zeg. Toen is mijn oudste zoon geboren. En toen is het eigenlijk allemaal een beetje op een laag pitje komen te staan. Toen heb ik ondertussen wel mijn motorrijbewijs gehad dat ik op de weg kon rijden. Toen heb ik ook een wegmotor gekocht. Vanaf 1993 rijd ik voor het, wij noemen het demo races. En dat zijn wegraces met oude motoren. Tot 1972 die dan een bepaald technisch reglement moeten voldoen. Motorsport, dat klinkt heel simpel, maar wij staan hier tussen de twee motoren in. De ene staat half uitgekleed, de andere heeft een flinke beschadiging. Er zijn nogal wat dingen die gedaan moeten worden, wil ik eigenlijk kunnen gaan racen, neem ik aan. Hè? Noem eens op, wat houdt dat allemaal in, motorsport? Ja, motorsport is natuurlijk in eerste plaats zorgen dat ook materiaal in orde is, want daar zullen niet ver komen. Om dat te bewerkstelligen hebben wij, en wij bedoel ik met een vriend, Frans Groot uit Oosterwijk, en ik... doen ongeveer 1,5 per week sleutelen om die dingen in orde te maken. Zelf kan ik het wel uit elkaar draaien, maar niet echt in elkaar, tenminste als het ingewikkeld wordt. En Frans is een goede monteur en die helpt men daarbij, of ja, die neemt eigenlijk wel het voortouw, mag ik wel zeggen. Ja. En die zorgt toch dat onze motors, en hij heeft er zelf ook enkele, waar dat je op rijdt en dat ze altijd tip-top in orde zijn. Ja. En dan staan we naast een andere motor en die heeft ook mankementen, hè? Maar die ligt ook een klein beetje uit elkaar. Waar staan we aan de hand? Ja, dat klopt. Die heeft vorige week een vaasloper gehad. Dat wil zeggen dat de cilinder eigenlijk zo warm wordt dat je niet meer op en neer kan, of de zuiger zo warm wordt dat je niet meer op en neer kan gaan in de cilinder. En dan loopt die vast. Dus hoogstwaarschijnlijk zal hier een nieuwe zuiger in moeten. En de cilinder even gepolijst of bewerkt worden in ieder geval. Hier kunnen we dus zien dat die dus inderdaad vastgelopen is. Ja, daar ligt de vleksje. Ja, hier daar ligt de vleksje. Daar hebben de zuiger dus geklemd in de cilinder. En wat je hier ziet, is hoogstwaarschijnlijk materiaal van de zuiger wat er zit. Ja. He, dus die zuiger die is eigenlijk zo warm geworden dat die groter wordt als het gat waar dat die in op en neer moet. Ja, en dan loopt die dus vast. En dat kunnen we dus hier zien. En dat is natuurlijk even veel als je een vastloper hebt, maar dat is technisch vervelend, maar voor de motorrijder die erop zit, is dat ook niet heel erg gevaarlijk als zo'n ding ineens stopt eigenlijk, denk ik. Hè? Ja, als je hem inderdaad niet aan hoort komen, dan blokkeert ineens alles. En als je dan op hoge snelheid ligt, dan kan dat wel heel zeer gaan doen, ja. Maar dus je moet eigenlijk altijd heel goed luisteren naar je motor, van loopt die goed, loopt die niet goed. Ja. Dus in deze geval in ieder geval heb ik hem aan hoort komen, dus ik kon mijn kop er nog in knijpen en voorkomen dat ik afviel. Keep down the stuff. Shut the door, keep down the stuff.
Je hebt net een trainingsronde gereden. Kun jij mij precies uitleggen, waar is de trainingsronde? Waar is het nut van een trainingsronde? Nou, de trainingsronde is eigenlijk om even te kijken hoe dat de baan natuurlijk loopt. We zijn nu in Mogestel, uiteraard weet ik hier hoe dat circuit wel loopt. Daarbij is het even om te kijken of hoe de motor in orde is. Hè. We hebben hem zeg maar weer klaargemaakt, zoals wij het noemen. Aangepast aan het circuit waar je gaat rijden, want het gaat lange en korte circuits. En de bedoeling van de training is even voelen van, ja, is het allemaal wel zoals het moet zijn. Ja, het over aanpassen van de motor. Geef eens wat aan, waar kun jij veranderen aan een motor wat betreft het circuit? Vooral de giering. Nou ben ik een leek, ik weet niet waar giering is. Nou precies, de giering is eigenlijk de keuze die je hebt in zowel hoe achtertandwiel, waar uw ketting overloopt, als in de hoe vertandwiel. Door nou een bepaalde verhouding in te krijgen, loopt uw motor harder of zachter en trekt die harder of trekt die bij minder hard en is de topsnelheid hoger. Dus dat kunnen we eigenlijk per circuit aanpassen. Jij hebt net in een trainingsronde gereden en het is de demo race. Kun jij mij een beetje uitleggen, waar houdt de demo race in? Demo zit voor mij een beetje demonstratie, klopt dat? Ja, nou, dat is eigenlijk ook de bedoeling van onze club. Wij zijn dan van het CRT-team, dat is een classic racing team. En de bedoeling van onze club is eigenlijk om met leuke motoren toch nog eens te kunnen rijden. Het wedstrijdelement is anders dan bij je gewone motorrace. Het gaat hier niet eigenlijk wie het dichtst over de finish komt. Maar het gaat vooral over de gelijkmatigste ronde die je rijdt. En elke ronde weer opnieuw. En dat is eigenlijk de sport die erin zit. Maar vooral onze collega motorrijders vinden het leuk om met een oude racemotor nog eens een keer het circuit op te gaan. Ja, want het viel mij op dat er rijden diverse soorten motoren door elkaar heen. Dus het gaat niet wie het snelste, maar wie het gelijkmatigste rijdt. Heb ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Ja. Het gaat erom als je eigenlijk één ronde zeg maar, een bepaalde tijd rijdt. Dat je elke ronde zo kort mogelijk bij die eerste tijd terugkomt. Dat is eigenlijk de clue. Jullie vereniging is denk ik echt naast het motorrijden echt een vriendenclub, heb ik zo een klein beetje geproefd. Klopt dat? Ja, ook dat klopt. We rijden dus door heel het land heen. Hè. Dus je ziet elk weekend weer dezelfde mensen. Het is kamperen, het is barbecue, het is uiteraard ook eens een keer een glas bier drinken. Ja, alles hoort erbij. Alles zit erin om het gezellig te maken, laat ik zo zeggen. Dan zie ik jullie in de bocht gruwelijk schuin hangen. Is daar een bepaalde techniek voor dat je niet onderuit gaat? Want jullie zwaaien met het been, heb ik gezien. Ja, dat klopt. Hè. Maar dat is eigenlijk om beter te bepalen hoe schuin dat je ligt. En eigenlijk ook meer voor het afremmen verder mocht. Dus eigenlijk wat meer weerstand gaat opbouwen. Ben jij niet eens een keer godsgruwelijk gevallen, want het gaat bij zo'n snelheid? Ik ben twee keer echt behoorlijk hard gevallen, ja. En dat is behoorlijk zeer, kan ik wel vertellen. Kun je mij nou uitleggen, en tegelijkertijd onze kijkers, wat is nou precies de kick van het motorrijden? Nou, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, want er zijn er natuurlijk bij die vinden de kick. Om een machine klaar te maken, om dan op zijn machine te rijden. Maar voor mij is het toch wel eigenlijk de snelheid die erin zit. Dat geeft mij een kick. Ja. Je hebt net dat trainingsrondje gereden. Wat is nou jouw hoogste snelheid? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zou weten waar wij hier rijden. Ik weet Kees van der Kruis vroeger hier een gemiddelde snelheid had van 115 km per uur. En ik denk dat we daar een heel eind bij zitten hier. Dus dat wil zeggen dat ik op de rechtstukken toch nog behoorlijk deur moet rijden. Omdat het natuurlijk vier hoogste bochten zijn. Hè? Is het helemaal toevallig dat jij nummer 30 op jouw motor hebt en ik zie dat jullie pa ook nummer 30 rijdt. Is dat toevallig? Nee. Hoezo niet? Kun je het uitleggen? Ja, want papa die rijdt dan op nummer 30 en dan wou ik ook. Maar jullie pa rijdt ook andere nummers, hè? Want die motor achter jou, die is ook voor jullie pa, denk ik, nummer 15 of 115, wat is het? Ja, dat was... Eigenlijk was het 30, alleen toen moest papa op een baan rijden, toen kreeg hij 15 en nu moest hij dan 115. Dan moet jij ook verschillende nummertjes in voorraad gaan hebben, dat kan jullie pa blijven volgen. Nee, dat hoeft niet. Hey, succes ermee, hè? Ja, dankjewel. Hey. Jan, jij zit bij de club, heb jij net verteld. Dat is de demo club of hoe noem ik dat? Ja, klopt. Wij zitten bij het CRT, dat is toch voor Classic Racing Team. Het is een club waar ongeveer een 180 tot 200 motorrijders bij zitten. Die club die organiseert eigenlijk, of leden van die club organiseren op verschillende plaatsen eigenlijk wedstrijden, demo-wedstrijden zoals wij dat doen. Midden-Brabant? Nee, dat is door heel het land. Oh. Dus we rijden van Grijpskerk, dat ligt boven Groningen, tot aan de Meiden, tot Moergestel, zeg maar. Dus we rijden in heel het land. Het zijn ongeveer 12 evenementen per jaar.
En dikwijls is het zo dat in een plaats, bijvoorbeeld net hier in Moergestel, daar organiseer ik dat samen met Frans Rood en Kees van der Kruis. Ook al drie lid van CRT. En wij organiseren hier het evenement Moergestel. En zoals op aan plaats doen daar weer aan de leden. We waren soms ook uitgenodigd ter bijvoorbeeld een plaats waar een heel week een feestweek is of zo. En dan vinden ze het leuk als daar ook het CRT komt rijden. Uh-huh. En dan gaan we daar ook rijden. Ja. Nou staan we toch voor jou een motor te kijken, Jan. Hij ligt een beetje half uit elkaar. Hè? Dan ziet het toch eigenlijk best wel toffe onderdelen. Want hier zit ook een fietspompje, zie ik. Ja, nou, het is geen fietspompje. Het is, nee, het lijkt erop. Ja, precies. Het is een stuurdemper en die zit er eigenlijk op. Dat uw motor, en vooral uw vierwiel dan natuurlijk, toch wel stabieler blijft in de bochten en dergelijke. Dat die bewegingen een beetje meer gecontroleerd worden. Hè. Dat is de functie van de stuurdemper. En je had over hiervoor, dat is ook iets bijzonders geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Hier zit eigenlijk het elektronische gedeelte van de powervals. En de powervals, dat is eigenlijk ik zal het een beetje simpel uit proberen te leggen. Dat is eigenlijk een klep die in de cilinder zit. Uh-huh. En die zorgt dat de motor een beter acceleratievermogen krijgt. Vanuit de stand van het gas is, gaat een powerval open of dicht staan. En dat wordt hier eigenlijk helemaal elektronisch geregeld. En hier kunnen de kabels zien zitten die zeg maar de klep open of dicht laten gaan. Ja. Dat is iets van de laatste tijd? Ja, dat is iets van vanaf begin jaren 90 denk ik dat ze met die dingen rijden. Ja. Wat me ook opviel, de uitlaat die hangt aan veren zie ik. Dat heb ik ook nooit eerder gezien. Ja, dat klopt. In de racerij is het eigenlijk heel belangrijk dat de onderdelen die aan de motor vastzitten makkelijk en snel vervangen kunnen worden. Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom dat allemaal niet geschroefd zit, maar bijvoorbeeld met veren vastzit of zo. Dan kijk ik naar het voorwiel, naar de band, die is zo glad als iets. Is dat de bedoeling? Maar wij krijgen de bekeuring als we met gladde banden rijden. Ja. Hoe zit dat? Nou, dat zit eigenlijk zo. We hebben twee verschillende typen banden. We hebben profielloze banden, die zie je hierin. Ja. Dat noemen wij slicks. En daar kunnen dus alleen nog maar mee rijden als het droog weer is. Hè? Dus dat je geen water op de baan hebt. Daarnaast is er een gewone profiel of een profielband. En die gebruiken we als het bijvoorbeeld regent. Ja. Ja. Ik sta nou bij de andere motor en dan zie ik allemaal ijzerdraadjes lopen. Hele dunne kabeltjes. Waar dient dat voor? Ja, dat klopt. In de racerij is het eigenlijk uit veiligheidsoverweging zo dat we alle vitale onderdelen, dus de dingen die los kunnen lopen, dat we die borgen. En dat wil zeggen, dat doen we met een speciale tank, maken we die borging en dan weten we zeker dat dat niet los kan lopen. Een beetje safe gevoel. Ja, een beetje safe gevoel inderdaad, ja. Hoewel, safe gevoel als ik kijk naar jouw achterkant van jouw motor. Toen had jij denk ik niet zo'n safe gevoel. Nou, toen was het even iets minder. Wat is er gebeurd? Er is eigenlijk het volgende gebeurd. We zijn aan het rijden en ik kom met een bocht aan. En dan staan de baancommissarissen met een rode vlag te zwaaien. Een rode vlag betekent bij ons einde race. Rijd rustig terug naar start en finish, want er is iets gebeurd. Iets ernstigs gebeurd eigenlijk. Dus ik draai mijn gas dicht. En rijd rustig terug naar start en finish. Nou blijkt er achteraf een communicatiefout te zijn geweest tussen de baancommissarissen. Die staan met portefeuilles in verbinding met elkaar. Want de volgende groep die daar bij die in bocht aankwam, die geven ze de groene vlag. Dus die jongens beginnen weer gas te geven. En zien men te laat. Die zitten met drieën bij elkaar. En eentje komt er zo van achterin gereden. Dus dat was inderdaad wat minder. Zelf geen mankementen? Nee, ja, een klein beetje een zeer been. Verder heb ik gelukkig niks. Een andere jongen die er bij mij ingereden is, die al wel wat meer pent, is nog naar het ziekenhuis geweest, maar viel toch ook gelukkig allemaal mee. Ja. Hey Jan, we vonden het hartstikke leuk om jou een hobby eens van nabij mee te mogen maken. Ik zou zeggen, veel succes met de motorsport. Ja, oké, dankjewel Leon. Oké. Okay.